Hoi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik hoop trouwens dat ik verstaanbaar ben, bedenk ik me nu. Oké, nou, je vraagt je misschien af, goh meid, waarom sta je in godsnaam in je BH? Vandaag is een hele bijzondere dag, want ik heb namelijk zometeen een concert. En niet zomaar een concert. Maar ik ga dus in mijn pyjama naar Chantal's pyjama party. Nou, als het goed is doen Pleun en Roos, want met hun ga ik, ook deze pyjama aan. We hebben matching pyjama's gekocht. Oh shit, ja, die broek is eigenlijk iets te groot. Nou ja, ik probeer hem wel. Hij zakt wel echt af, maar we maken er wel iets van. Pleun neemt me mee naar Chantal's pyjama party. En ik heb er mega veel zin in. We hebben dus matching pyjama's. Want die hebben we gekocht voor de verjaardag van Pleun. Die we recentelijk hebben gevierd aan het begin van deze maand. En ja, met een van dezelfde vriendinnen die aanwezig was op Pleuns verjaardag. Hebben we dus allemaal matching pyjama's. En dat zijn deze. Die hebben we gekocht bij de Primark. Echt, het zijn wel van de... Ja, hoe spreek je dat uit? Arostic katten van Disney in ieder geval. Dus allemaal super leuk. Maar dat betekent dus dat ik zometeen in deze outfit weliswaar ook de deur uit moet. Maar goed, je moet die shit gewoon ownen. Dus dat ga ik doen. Ik ben blij dat ik al heb getankt vanmiddag na het sporten. Want dat zou een beetje ongemakkelijk zijn. Ik ga maar deze schoenen eronder aan doen, denk ik. Nou, hartstikke leuk allemaal. Ik kom dus ook net onder de douche vandaan. En ik heb mijn haar gewassen. Maar dat is nu dus helemaal... Ja, daar kan ik dus eigenlijk helemaal niks mee. Dus waarschijnlijk doe ik het zometeen weer in de staart. Ik heb morgen ook nog een feestje. Ik heb morgen een Halloween feestje. Dus daarvoor wil ik eigenlijk dat mijn haar gewoon wel lekker schoon is. Wat eigenlijk een beetje gek klinkt. Want bij Halloween mag het juist een beetje goor en vet zijn. Maar ja... Oh, het is dus wel echt een concert. Dus er zijn ook allemaal gastartiesten en zo. En nou, in het ideale beeld was ik blijven slapen bij Pleun in Amsterdam. En dan hadden we er echt een party van gemaakt. We wilden eigenlijk dit jaar naar ADE, maar wegens omstandigheden voelen we die behoefte niet helemaal. Maar ja, toen kwam dit op Pleuns pad en toen nodigde ze mij uit. En ik wil gewoon heel graag met haar mee. En dat is helemaal leuk, want dit is echt amazing muziek. En dan ook nog in pyjama eigenlijk veel meer wat bij ons past. Dus helemaal zin in. Alleen ja, ik kon geen oppas regelen voor Pip. Want ik heb überhaupt best wel een druk weekend. Ik ga niet het hele weekend vloggen, maar... Ja, eigenlijk geen idee of jullie dan geïnteresseerd zijn daarin. Maar goed. Ja, misschien dat ik morgen een beetje film over hoe ik mezelf heb opgemaakt. Ik heb natuurlijk een Halloween feestje, maar ik weet niet zeker. Want ik ben ook niet thuis. Ja, ik zocht dus een oppas, maar dat is niet gelukt. Alle oppasadressen die ik had, die konden niet. Of het werd allemaal een beetje ingewikkeld. Dus toen heb ik gewoon besloten van, joh, weet je, ook helemaal prima. Het duurt tot 10:30. Ik rijd daarna gewoon lekker weer naar huis. Kan ik lekker in mijn eigen bed slapen, slaap ik toch het best. Kan die slaap ook wel goed gebruiken. Het is best wel een drukke week geweest. Wel heel productief en ook heel leuk, maar wel heel druk. Met weinig slaap. Dus eigenlijk is het ook allemaal niet zo erg. Dus ik ga een luchtje opdoen. Oh. Dit geurtje van Billie Eilish. Die is echt fantastisch. Oké, nou. Ik ga heel even laatste dingen doen. Mijn spullen inpakken. Echt raar om in deze outfit zometeen weg te gaan. Ik ben benieuwd wie ik allemaal tegenkom. Ook in de parkeergarage en zo. Nou ja. Oké, ik ben er. Pleun die zit in de Uber samen met Roos en ik denk een vriendinnetje van Roos. Nog een meisje in ieder geval die ik niet herkende, maar zag op Snapchat. Maar goed, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ik ga nu die kant op lopen. Ik zag al allemaal mensen in pyjama's, maar het is natuurlijk wel heel even een dingetje om zo naar buiten te lopen. Maar goed, afijn. En ik maak het mezelf gewoon nog meer
oncomfortabel door ook nog met een camera op pad te gaan. Eens even kijken waar we naartoe moeten. Oh, en even opslaan waar ik überhaupt sta. Ik voel me echt net zo'n moeder die dan een foto maakt van waar die auto geparkeerd staat. Even kijken. Als het goed is, kan ik hier eruit lopen. En dan sta ik echt tegenover het Superdome. De laatste keer dat ik hier was, was ik samen met Enzo en toen gingen we naar Anouk. Alleen nu heb ik echt geen flauw idee waar ik eruit moet. Kan ik hier überhaupt door? Nee? Oké. Jij denkt dat ik dit niet ga vloggen? Natuurlijk ga ik dan wel vloggen. Hoi schatje. Hallo. Hallo. Ziet er goed uit. Hoi, Emma. Hoi. Ja, dat idee had ik al, ja. Vreselijk om in je eentje het zo over te laten. Ja, maar jij hebt nog geen jas en we hebben geen jas aan gedaan. Ja, maar jullie zijn nog met z'n drieën. Op zoek naar mijn auto. Dat wordt nog een beste uitdaging. En op zoek naar een betaalautomaat. Maar die heb ik denk ik gevonden nu. Het was echt super leuk. Even kijken. Nee, die heb ik niet gevonden. Het was in ieder geval super geslaagd. Het was echt heel leuk. Het was muziek. Allemaal meezingers en zo. En helemaal gezellig. En ja, het was extra leuk dat het natuurlijk allemaal in pyjama was. Ik vond dat wel een leuke toevoeging. Dat gaan we nu zien. Oh joh. Dit valt me 100% mee. Klopt het nou niet? Jawel. Het is een tientje. Nou, dan ben je in Amsterdam toch niet gewend. Oké, nu ga ik lekker naar huis. Mijn auto zoeken. En lekker naar huis toe rijden. En slapen. Stiekem verlang ik heel erg naar mijn bed. Ik ben onderweg naar Soesterduinen. Want vanmiddag is de babyshower van Mariette. En Mariette is dus zwanger van een tweede jongetje. En die gaat echt, nou, ze is met zwangerschapsverlof. Dus ze staat echt op het punt om elk moment te bevallen. Dus het is eigenlijk überhaupt best wel een tricky dag om nog een babyshower in te plannen. Maar ja, het is wat het is. We gaan lekker lunchen met z'n allen. Ik heb allemaal cadeautjes gekocht. Die zitten achterin. Het is een prachtige dag. Echt, ik zal bijna geen mooier weer kunnen hebben dan deze dag. Ik moet onverwachts ineens remmen. En die man dacht, hoezo zou ik een zebrapad pakken als ik ook gewoon 10 meter ervoor eraf kan. Nou ja, goed. Het wordt echt 22 graden. Ik heb wederom blote benen. Ik moet heel even de camera vasthouden, want anders vliegen jullie alle kanten op.
Dus het wordt gewoon een gigantisch leuke dag. En ik dacht, ik ga jullie gewoon weer eventjes meenemen. Ja. Dus let's go to Soesterduinen. Hallo. Hallo. Maar joh, het is ons gewoon gelukt. Mariette heeft het een keer niet doorgehad. Oh. Ah, liefie. Ik dacht dat we zo naar binnen gingen. Dat ik hè? Waar zijn al die mensen hier nou? Ik ben zo trots in hier. Het is vrijdag. En deze week heb ik een behoorlijke klap voor mijn kop gehad. Vorige week heb ik zo'n intens drukke week gehad. Dat ik in het weekend merkte dat ik me echt weer slechter begon te voelen. Dat begon eigenlijk al vrijdagochtend. Met sporten werd ik ineens in een vlaag heel misselijk. En toen had ik s'avonds Chantal's pyjama party. Dat was super leuk, maar ik was heel laat thuis. En toen had ik zaterdag, was mijn moeder er. En toen zijn we nog naar de stad gegaan, zaterdagochtend. Dus niet mega veel geslapen. En weer door. Toen had ik s'avonds nog een Halloween feestje. En toen heb ik ook heel kort geslapen. En toen had ik 's ochtends moest ik naar huis om Pip thuis te brengen. En toen had ik de babyshower van Mariette. En ik weet nog wel dat ik toen in de auto zat en dat ik dacht, holy shit, ik denk dat ik misschien over een week tijd tussen de 25 en 30 uur heb geslapen in een hele week. En toen ging ik ook een beetje nadenken van wat heb ik eigenlijk allemaal afgelopen week gedaan en ik heb gewoon veel te veel gedaan. Nou, allemaal leuk en aardig. Toen ben ik thuisgekomen van die babyshower wat super leuk was. En toen ben ik meteen in slaap gevallen en toen werd ik ineens wakker, was het al donker. En toen heb ik maandag gesport en dat ging niet meer. Toen merkte ik echt dat mijn hele lichaam ermee kapte gewoon. En dinsdag had ik therapie en dat was wel heel fijn. Want toen heb ik het heel veel met mijn therapeut ook over gehad. En het is geen terugval of iets dergelijks. Het is gewoon heel erg dat ik me beter ben gaan voelen. Dat er allemaal leuke dingen op mijn pad komen. Ik heb allemaal leuke afspraakjes. Er gebeurt ook gewoon heel veel achter de schermen. Maar allemaal heel positief en leuk. En dat ik nu gewoon echt heel veel moet zoeken naar de juiste balans. Dus dat ik niet alleen maar op 100% kan leven. En dat ik af en toe ook gewoon heel eventjes niks moet doen. Nou, dat ging dinsdag. Toen had ik heel bewust met mezelf afgesproken dat ik bijvoorbeeld dinsdagmiddag heel veel niks ging doen. Dat heb ik toen ook gedaan. En woensdag heb ik ook rustig aan gedaan. Toen heb ik woensdagavond heel impulsief... echt een superleuke avond gehad. Maar eigenlijk allemaal dingen gedaan die ik dus eventjes niet moest doen. En dat voel ik nu wel. Nu merk ik echt dat mijn lichaam echt weer een soort van ziekig is. Dus ik voel me misselijk. Ik hik de hele tijd bijna tegen het overgeven aan. Ik heb last van mijn darmen. Ik heb last van mijn maag. Dus ik voel me niet zo super, super lekker. Maar dat komt ook wel weer goed. Ik ga even een planning maken voor aankomende week. Zodat ik heel bewust inderdaad de rustmomenten en de leuke momenten in balans kan houden van elkaar. En dat ik me niet meer zo hoef te voelen zoals nu. Ik ga zometeen even lekker stevig ontbijten. Ik ga lekker een broodje bestellen bij de bakker Bart. Ik denk dat mijn maag dat namelijk heel goed nodig heeft. En daarna ga ik, ik ben zelfs dus met make-up op gaan slapen vannacht. Omdat ik me zo beroerd voelde. Ga ik daarna lekker douchen. En vanavond heb ik nog een feestje, een verjaardag. Daar hoef ik dus gelukkig niet allemaal heel lijp. En ook geen midden in de nacht werk, dus dat scheelt allemaal. Zo zie je maar dat soms vergeet ik even dat ik net uit een burn-out kom. Dat ik eigenlijk ook nog steeds zoekende ben naar de juiste balans voor mezelf. En dat dat dus... heel lang goed kan gaan.
En dat ik dan op een gegeven moment echt denk dat ik energie heb voor 1000. En dat ik een soort van nooit hoef te slapen. Want slapen is voor losers. En ik wil alleen maar leuke dingen doen. En ik wil alleen maar herinneringen maken. En dat gaat gewoon niet. Maar ik weet ook dat ik... Dat de aanslag die het nu is op mijn lichaam... Ik weet dus dat ik geen griep heb of zo. Ik weet gewoon echt dat het me gewoon heel veel te veel is geweest. Dat dat daarmee te maken heeft. Dus dat ik gewoon... dat mijn lichaam gewoon letterlijk nu zegt... Oké, als jij niet wil rusten, dan zorgen we wel dat je moet rusten. Dat is wat er nu gebeurt. Ik heb niet per se heel veel last van paniek of zo, gelukkig. Maar ik voel me echt niet zo top. Dus ik hoop dat mijn ontbijtje zometeen me goed gaat doen. Pleunie belt me elk moment. Die gaat vliegen naar Dubai. Heel leuk. Dus daar ga ik nog even mee facetimen. En daarna kruip ik lekker mijn bed in voor de rest van de dag. En nou ja, niet helemaal, want vannacht ga ik nog weg. Maar ik ga in ieder geval lekker rustig aan doen. Lekker douchen, mijn haar wassen, in bed liggen, eten. En vanavond dan naar een verjaardag. Maar goed, ik wilde wel even ook deze kant laten zien. Omdat het lijkt natuurlijk allemaal een hele hoge pieken te gaan. En dat is ook zo. Want ik denk nog steeds niet dat dit een terugval is van mijn burn-out. Dat denkt mijn therapeut ook niet. Ze zei ja... Zeg maar, iedereen kan gewoon zulke dermate volle weken hebben dat je op een gegeven moment gewoon een keertje dat je nek omlaag.